De Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft gisteren een Open Campus Lecture Series gehouden met als thema Sustainability of the Guyana Shield. De activiteit heeft te maken met het 50-jarig bestaan van het wetenschappelijk instituut op 1 november vorig jaar. Het doel van de lezing was om wetenschappelijke kennis te verbinden met beleidsacties. Verder om beleidsmakers in de publieke en private sector te betrekken bij kennisontwikkeling gericht op een duurzame benutting van hulpbronnen in de Guyana Shield. Ook wil de universiteit bruggen slaan tussen faculteiten, onderzoeksinstituten en disciplines. De Guyana Shield is een van de rijkste gebieden aan natuurlijke hulpbronnen in de wereld. Dit gebied omvat delen van Suriname, Brazilië, Frans-Guyana, Guyana, Venezuela, Colombia en Peru. Zowel wetenschappers van Suriname als van het buitenland hebben hun bijdrage geleverd aan de lecture series. Socioloog Derek Verrier presenteerde de historische achtergronden van de Guyana Shield en de mogelijkheden die landen in dit gebied hebben. Let's say it this way. The border issues today are in much in the picture, because Venezuela claims claims Essequibo back because of the finding of oil, and they also claim the sea in front of Essequibo, which is a claim which dates back to 1922, when the first oceanographic convention was made. And whereby the Orinoco Plateau, the sedimental area of the Orinoco River, north of Guyana, was granted to Venezuela. And there was no finding of oil by that time, and England had signed that agreement also. So when they find oil, recently, at first was Venezuela, they will say, it is in the Orinoco Plateau, it's my oil, it's not yours. You have to stay out. And that is the big problem to come. Dat was wetenschapper Mark Kirton, die ervaring heeft op het gebied van internationale en diplomatieke betrekkingen. Hij ging in op de geopolitieke aspecten van de Guyana Shield. When states of a region establish relations of economic interdependence and integration at the state level and transnational links among their peoples at the citizen level, peace zones are also described as discrete geographical regions where groups of states maintain non-combative relations and peacefully resolve conflicts, or where conflicts are kept within the non-violent realm. Tot zover Mark Kirton, hij is wetenschapper. En dat was gisteren tijdens de Open Campus Lecture Series van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Het thema was Sustainability of the Guyana Shield.